Kijk, luister, het scenario heeft hij gelezen. Het is de regisseur die het alleen maar kan verknallen. Hè? Het scenario was eigenlijk perfect. Er is veel over gepraat. Er zijn veel dingen veranderd, ingekort. We hebben nog wat dialogen bijgeschaft en zo. Maar het is heel. Al wat je ziet op het scherm is echt wel vintage Bart de Pauw. Zou het niet plezant zijn, zo'n plaats waar je tijd kunt stelen? Het idee dat je er eens naartoe kunt, in alle stilte. Om wat te doen? Doe je los. Het aanvaarden van de sleutel is het aanvaarden van de regels van geloften. Oh man, dat is een eigen lof. Ik heb er een paar stukjes van gezien op de tv en het ziet er wel een interessant thema uit en de regisseur ken ik goed. Ik verwacht dat het heel spannend zal zijn en voor de rest, ik weet niet hoe dat die inhoudelijk in elkaar zit, want ik heb bewust geen niets erover gelezen. Ik verwacht dat het een zeer sterke, spannende thriller wordt. Jezus, deze kan toch niet? Kunnen we niet te weten komen waar ze woont en haar daar achter laat? Ja, als dat hier allemaal uitkomt, dan is ons leven ook nog de kloot. Fantastisch. Het is een hele rustige mens die andere mensen of zijn ploeg niet zal lastigvallen met zijn eigen bezonjes, waar dat hem op dat moment mee zit. Dus een heel grote kalmte bewaart, uitstraalt en de mensen waarmee dat hem werkt, ruimte geeft eigenlijk om en zoekt. Dat is nu eens een eikel. Nee, maar iedereen zegt, oh, dat is een vlotte en dat is een ideale schoonzoon, maar dat is echt, dat is van de hond. Die stuurt ook sms'jes naar iemand anders. Je moet geen leugens vertellen over mij, terwijl iedereen weet dat het de varken is. Wat is dat nu? Nee, maar die stuurt sms'jes naar dames, van ik zie u wel zitten en zo, met uw gsm. En dan moeten we dat later gaan uitleggen, dat is Bart de Pauw. Intrigant. Ja, u blijkt een eikel te zijn, Bart de Pauw. Wat? Een? Nee, een eikel te hebben. Nee, een eikel te hebben. Ik heb gezegd dat het een man is, dat het... Nee. Hé. Hey. Ik heb altijd geweten dat die gasten niet deugden. De Erik, de Bart, heel die bende samen. Ik wist het, die deugen niet. Je ziet het wel, bewijs is daar. Hè. Zie wat ze allemaal. Maar de meeste mannen zijn zo niet zo. Het is niet realiteit. Althans, dat zeggen ze mij. Dus dat geloof ik dan maar, want anders. Goh, ik heb me daar net zo de vraag gesteld. Zouden er echt zo mannen zijn die een appartement huren en dat dan delen en daar vreemd gaan? En er zat toen een man naast mij en die zei: Ja, dat gebeurt. Dus. Ik denk het wel. Ik vond hem heel slecht, want het overspel, ik geloof daar niet in. En, maar het was een fictiefilm, dus dan viel het eigenlijk nog wel mee. En dan vond ik het wel redelijk ongelooflijk goed gedaan. Het was wel ongelooflijk goed gedaan. Hè? Een uitstekende film, helemaal rond. Goede beelden, goede scenario. Goed scenario en vooral uitstekende dialoog ook, vond ik. Op alle gebieden, heel intelligent scenario, verrassend, spannend scenario, mooi in elkaar gestoken. Prachtig camerawerk ook, alles heel mooi. Ik vond het. De lof is een geweldige film. Dan begin je ze van die rare vragen te stellen. Is er iets? Ik weet het niet. Misschien wil ik aan u vragen. Hoeveel vrouwen heb je eigenlijk al meegenomen naar die loft van u? Eén op één, nooit bekennen. Die loft die gedeeld met je vriendjes. Is allemaal niks.